Het is vandaag 43 jaar geleden dat de King of Rock and Roll, Elvis Presley, is overleden. En nog altijd wordt zijn sterfdag door fans over de hele wereld herdacht. En Ronald, jij bezocht de bekendste Elvis-imitator van Nederland. Ja. Even kijken. Je kan niet missen. Hier moet ik zijn. One night with you. Wat is dit? Nou, je bent bij het Elvis Memory Museum eigenlijk, zo moet je het eigenlijk zien. Dit is eigenlijk mijn verzameling van de afgelopen 40 jaar. Wat een beetje uit de hand gelopen is. Ooit begonnen met de wens om een origineel sjaaltje te hebben. En ik dacht op een gegeven moment, ik ben zo goed bezig, laat ik me doorgaan. Just call my name. Nou, dit is het pak van Elvis uit 1956. Het noemen ze ook wel de Gold Lamé suit. Gitaar uit 1959, uit zijn diensttijd, Bad Nauheim. Gesigneerd door Elvis. Hier staat het. Juli 1959. Een museum wat we eigenlijk tonen tijdens een show. De Elvis and Memory Show heet dat. We gaan eigenlijk door het leven van Elvis heen. Robin vertelt aan allerlei anekdotes tussen de blokken door. En een blok is dat jij zingt? Ja, klopt. Love me tender, love me true. Kees Versluis begint zijn zangcarrière bij de Soundmix Show 27 jaar geleden. Hij wilde heel graag als Elvis, maar dat mocht niet omdat er te veel Elvis-imitaties waren geweest. En dus ging hij als Paul Anka. En met dat optreden wordt hij even wereldberoemd. Ik was tegen een kraankamer aangelopen, in buiten beeld. Iedereen raakte in paniek en ik voelde langs mijn neus en op een gegeven moment in mijn mond. En toen dachten mensen, wat gebeurt daar? Loopt zijn haar door? Nou, mijn haar was niet geverfd, dat was wel gedaan, maar veel eerder. Dus dat was allemaal niet het geval. En ja, ik heb wat dat betreft denk ik wel televisiegeschiedenis geschreven. Ja. Dan moet ik toch die ene vraag aan je stellen. Ja. Paul Anka of Elvis? Ja. Veruit Elvis. Maar Paul Anka heeft je hoop gebracht. Ja, dat wel, maar ik had het liever andersom gezien. Maar dat even terzijde. Nee, maar ik heb... Ja, tuurlijk. Het sloopt zoals het loopt. Elvis.